Welkom bij deze nieuwe video. We gaan een kerstmutsje, lijkt het net, maken. Maar dit is een cadeau verpakken, ja. Ja, het en lijkt een kerstmutsje. Ja, inderdaad. Wat hebben we ervoor nodig? Twee ballonnen. Ja. Voor een reserve. Ja, want we gebruiken hem officieel maar één, hè? Maar ja. Ik ken jou met ballonnen. Ja. Oké, ja. Lijm. Ja. Een schaar en kreppapier. Ja. Een stukje kreppapier. En misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Een potje met een deksel. En dit wordt een cadeauverpakking. Je zou het nu nog niet denken. Dan denk je, waarom zou dit een cadeauverpakking gaan worden? Maar dit wordt echt spectaculair. Ja. En wat is een cadeauverpakking met een ballon? Ja. Nou moeten we als allereerste moeten we dit bovenste gedeelte van de ballon moeten we eigenlijk eraf knippen. Dat hebben we niet nodig. Nou is het misschien even een beetje lastig, maar deze ballon is natuurlijk op een bijzondere manier opgebouwd qua afdruk, zeg maar. Dus als je hem er zo overheen zou doen, dan heb je de afdruk op de juiste manier. En dan zie je goed wat erop staat. Maar dan kan je dekseltje natuurlijk niet meer openmaken. Dus we doen het andersom. En zo gaat hij dus bovenop. Dus eigenlijk moet je het dan uiteindelijk dan zo openmaken. Of je draait hem doet dan zo open natuurlijk. Maar je geeft het dus op zijn kop eigenlijk. Maar dan blijft de ballon recht. Als je hem print. Ja, mensen haken wel af. Mensen haken, want die snappen het al niet meer. Goed, dan kunt u terugkijken op teletekstpagina 888. Maar wij gaan het eventjes zo eroverheen doen. Mag jij het vasthouden? Ja, als de deksel eraf gaat, dan kan je mooi dat randje gebruiken om die ballon als het ware op te schuiven. Dit is dus wat ik bedoel. Als je hem nu zo zou geven, losstaan dat dit nog niet mooi is, maar dat is natuurlijk op zijn kop, yeah. De ballon. Dus vandaar dat we hem zo gaan geven. En als je dan open wil maken, dan doe je hem zo op. Ja, of gewoon wel op de kop. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel voor zorgen dat het inhoudt wat je erin doet, het cadeautje, hierop kan blijven liggen. Dus, waarvoor hebben we dan kreppapier nodig? Dat is een hele goede vraag, Jo. Is niet ingestudeerd. Deze gaan we natuurlijk nog mooi beplakken, want dat ziet er natuurlijk zo niet uit, zo'n dop. Dus nu is het kreppapier misschien een beetje groot, maar eigenlijk doen we gewoon heel simpel. Dus dit naar binnen vouwen en dan heb je de deksel. Ja. Maar nu is het een beetje groot, dus we gaan hem eventjes een beetje op maat knippen. Ja. Ja, of zo'n potje die je wel eens gebruikt voor een wat ziende lichtje natuurlijk, hè? Zo'n lichtje erin. Dat kan ook, maar we gebruiken het nu als cadeauverpakking. Lijm nodig? Nou, het hoeft niet. Mijn kreppapier is op dat opzicht en blijft het wel redelijk zitten altijd. Dus daar hebben we niet echt speciaal lijm voor nodig. Hij rolde al weg, hij had het niet meer nodig, zag je? En dan doe je dit hier erover op. Zo. Is toch leuk zo? Ja. En dan geef je dan zo op deze manier. En, dat komt even naar binnen vliegen in het balletje, want dat hadden we niet voorbereid. Dit kan je natuurlijk ook nog erop zo doen. Laat het drogen. Cadeautje erin. En je hebt eigenlijk wel een heel leuk inpak idee. Ja. Ik vind het misschien nog wel leuker dan een cadeauverpakking. Ja. Dit zie je niet snel aankomen. Nee. Nee, en wat we vorige week hebben gemaakt, vond ik ook heel bijzonder. Ja. Mocht je die nou nog niet hebben gezien, kijk die dan zeker even terug. Dat was de 50e knutselvideo. Zitten dus nu op 51. Beetje logisch, maar het is wel zo. En wij gaan dus ook naar de 52, dat is volgende week. Mocht je nou volgende week op de hoogte willen blijven en zoiets hebben van, oh, die wil ik graag zien, dan klik je zeker op de knop abonneren. Is helemaal gratis, krijg je postduiven, brieven en e-mails van, maar het is echt gratis. Dus dan blijf je op de hoogte van de nieuwe video's. En, wat mogen ze nog meer doen? Abonneren. Ja, en dan? En een duimpje omhoog. Duimpje omhoog, heel goed. En niet omlaag. Nee, niet omlaag, gewoon omhoog. En eventueel kan je nog een reactie plaatsen hieronder. Misschien heb je wel zelf ideeën voor de knutselvideo's. Want we gaan volgend jaar verder. Dus we hebben er nog 52 te maken. Dus laat weten of jij nog ideeën hebt. Nou, het was een lange afsluiting, maar wel belangrijk. Gaan we maar even zwaaien. Oké, doei! Doei!